Marco Wolbers, we staan hier op het Weerwatereiland. De aanplant en de bouw, of de voorbereidingen van de bouw van de Floriade zijn begonnen. Wat zien we hier allemaal om ons heen? Ja, dat klopt. We zijn inderdaad al een poosje bezig met de voorbereiding op de Floriade voor 2022. We staan hier op een hele mooie plek op het Weerwatereiland. Wat je hier heel goed kan zien, dat zijn de banen van zand, wat in de toekomst de wegen worden van het Floriadegebied. En wat ontzettend leuk is om te zien op deze plek, daar liggen drie kavels al soort klaar. Dat ligt aangelegd met een tapijtje van gras. Dat zijn ook precies de afmetingen zoals ze later als kavel zijn. We hebben een kavel die 100% rechthoekig is. We hebben een kavel die iets gekker vorm is. En we hebben een hele gekke vorm van kavel. En dat in combinatie met die banen van zand, die de weggetjes aangeven van 6 meter breed, kun je zien, gewoon nu al, wat het gaat worden eigenlijk. En we staan hier verder bij de eerste boom die aangeplant is in november 2017. En op deze kavel staan bomen die we in stand hebben gehouden, die al veel ouder zijn. Dus dat zijn cadeautjes en die gaan we gebruiken. Dit zijn allemaal rechte wegen. Er komen toch ook slingerwegetjes? Op het Weerwatereiland komt inderdaad ook, naast die hele strakke gridstructuur, ook een bosweg. Die kadert het bos af van de woonomgeving. In het bos kan wel gewoond worden, maar het is heel kleinschalig en echt in het groen. En die bosweg die ligt langs het bos op helemaal. En die vormt ook een beetje de scheiding dus. Maar die hebben we ook vormgegeven naar aanleiding van de bomen. We hebben hem ook op punten aangepast naar aanleiding van bomen die er al stonden. Staan er dan bomen op de weg? Er staan geen bomen op de weg, maar de weg gaat onder bomen heen. Dus in de hele strakke gridstructuur zie je echt dat de bomen in die 6 meter staan. En dan gaat het weggetje omheen. Dus in feite staat er geen bomen in de weg, maar die weg die gaat er gewoon omheen. En die boom die stond er al. Wat is nou jouw invloed geweest op wat we hier allemaal zien? Nou, we doen het natuurlijk met z'n allen. Ik maak onderdeel uit van het mooie Floriade-team namens de gemeente. Mijn invloed is dat ik samen met Christian ontzettend veel tijd en energie heb gestoken in het in kaart brengen van de bestaande bomen. En die ook een plek geven op betekening. Ervoor zorgen dat andere mensen er ook in gaan geloven dat het wat is. Mensen meenemen naar het eiland om te laten zien hoe mooi het is. We moesten wel redelijk wat mensen overtuigen dat dit een hele gave manier is om een wijk te maken. Nou, je merkt nu dat iedereen dat is. En ja, het zonnetje schijnt, dus het is ook geweldig. Het kan niet anders zijn dan mooi. Christian, jij bent heel druk bezig met de beplanting van het Weerwatereiland. Waar word jij enthousiast over als je hier over het Weerwatereiland loopt? Nou, ik word van heel veel dingen heel erg enthousiast. Maar wat mij vooral heel erg aanspreekt is de manier waarop we dit stuk landschap hebben vormgegeven. En dat we de natuurlijke grondslag, dus we ontwerpen hier met echt de omgeving als inspiratiebron. Hè, zo zeg ik dat ook vaak. Alles wat we hier zien inspireert ons. En dat is een continue wisselwerking. Een belangrijk punt daarin is hoe het maaiveld eigenlijk een lichte glooiing heeft. Als je hier bent lijkt het wel een landschap van zogger bijna wat je hier ziet. Met op de achtergrond een woest bos en op de voorgrond zacht glooiend landschap met solitaire bomen erin. Nou, daar word ik heel blij van. Ja. Ik zie heel veel nieuwe bomen. Dat klopt. We hebben in het Floriade werkt het zo dat we echt een verzameling van botanische namen hebben gemaakt. Letterlijk van A tot Z komen alle bomen daarin te staan. En die bomen hebben we eigenlijk uit het land van alle kwekers cadeau gekregen. We zijn met een commissie, een Floriade-commissie, zijn we naar de kwekers toegegaan. En zijn we gaan kijken wat ze voor ons hadden en wat ze aan de wereld wilden laten zien. En nou, dat werpt nu zijn vruchten af. Het wordt geplant. Hè? De kleine korte straatjes in strakke lijnen. De lange straat in lichtglooiende structuren. Om je altijd te kunnen oriënteren op een hoekpunt. En daar zijn we echt dolblij mee. We zagen toen straks iets bijzonders. Er loopt een raar weggetje over dit eiland. Ja, wij houden van ontdekkingen en dat hebben we inderdaad een tijdje geleden ontdekt. Het is een oude landbouwweg die ten tijde van echt de pioniers van het maken van de polder hier zijn aangelegd. Om ook de bossen te maken, de rabattenstructuren die we hier hebben. En dat is prachtig, dat willen we ook. Daar moet je overheen kunnen lopen. En dat verhaal van het oude weggetje waar vroeger de boeren overheen gingen, dat moeten we vertellen en laten zien. Het liefst met een foto. Weet je al precies de geschiedenis van het weggetje? Nou, we hebben het een beetje kunnen achterhalen, maar we zoeken nog naar meer informatie. Dus waar kwam dat weggetje vandaan? Wie heeft het aangelegd? Of heeft iemand ook een foto van dat weggetje met misschien een kar of een trekker erop, die we dan straks in die nieuwe wijk kunnen ophangen? Je had het ook over een sprookje op het Weerwatereiland.
Ja, we lopen eigenlijk van verhaal naar verhaal door het bos. Maar het echte sprookje zit aan het eind van een prachtige doorgang door het bos. En dan kom je bij het water en dan kijk je op de stad. En daar zit een elsensingel. Die is prachtig met diffuus licht waar het er doorheen komt. Een soort vitrage van bomen als het ware. En als je daar komt, dan je doet je ogen dicht, dan zit je in een sprookje.